18 mei 2008. Zeiler Rutger van Schadenburg, wie kent hem niet, waar zit je Rutger, heeft zich op het nippertje geplaatst voor de Olympische Spelen. Zijn 8e plaats op het EK Laser in Nieuwpoort bleek net voldoende. Nieuwpoort ligt in Vlaanderen, België. 1600, slag bij Nieuwpoort. Minister van Onderwijs heeft mij gevraagd of ik door mijn conferentie heen een beetje de geschiedeniskanon wil laten doorklinken. Van Schadenburg had het geluk dat de twee laatste races wegens het slechte weer voor de West-Vlaamse kust werden afgelast. Daarmee was hij verzekerd van een 8e plaats in het eindklassement. In de opgeschoonde kwalificatiestand kwam hij nog 2 plaatsen hoger uit en dat betekende zijn 2e halve nominatie. Het kwam mij niet verkeerd uit dat ik niet meer in actie hoefde te komen, zei Van Schadenburg. Anders had ik nog flink aan de bak gemoeten. En daar hebben wij topsporters in Nederland een bloedhekel aan. Een medaille in Peking zal lastig worden. Ja, dat vrees ik ook. Ja, met een hoe is ongelooflijk 8e, 2e, halve nominatie. Laser, zeilboot. Hè. Zeilboot zonder fok, dus is gewoon een surfplank waar je in kan zitten. Is nog te beroerd om te staan. Een medaille zal lastig worden. Vorig jaar heb ik meegedaan aan de pre-Olympische wedstrijden. Er was toen weinig wind. Hé, godverdomme, ook dat nog. Wat denk je dat die Chinezen een jaar van tevoren al die wind weg laten waaien? Ja, die kijken wel beter uit. En ik heb begrepen dat er nu veel wier in het water ligt. Dat maakt het ook... Wier! En je moet je eigen zeilboot meenemen. Je kan daar niks huren. Het is toch ongelooflijk. Je hebt wel eens het gevoel dat in Nederland een sporter eerst kanker moet hebben gehad voordat hij tot het gaatje wenst te gaan. Ik heb niks gezegd. Dit gebaar is in opmars hè, in Nederland, in de sport. Dit gebaar van... Oei, ik was bij mij in de buurt. Loop ik over straat, staat een klein jongetje van een jaar of 11. En dat kereltje, dat ziet er zo uit. Dat ziet er zo oogverblindend. Kijk, aan de outfit zal het bij de amateursporter in Nederland niet liggen. Die zijn vaak in schril contrast met de prestaties. En net als met die huisvrouwen die denken, nou, koop maar weer een nieuwe keuken. Misschien ga ik dan beter koken. Onder dat motto. En het is een mode onderhevig. Hè? De broek valt tegenwoordig iets over de knie. Dat was in mijn tijd anders. Dan liep je er zo bij, weet je wel. Dat kun je misschien nog wel herinneren. René van der Kerkhof, die liep er zo bij. Kun je nog herinneren? Fantastisch. Als je geluk had, zag je een bal. Als je geluk had, zag je een bal. Seks en sport, dat staat op gespannen voet met elkaar, hè? Je hebt coaches die vinden... Je hebt coaches die zeggen dat ze niet willen dat de sporter voor de wedstrijd seksuele omgang heeft. Je hebt coaches die willen niet dat de sporter na de wedstrijd seksuele omgang heeft. Dus wat blijft er over? Korfbal. Het is de enige gemengde sport. He, mannen dekken mannen, vrouwen dekken vrouwen. Dat is er nog een beetje raar aan, vind ik. Maar ze hebben wel gemengde kleedkamers nu. Of tenminste, gemengd verkleden, dat doen ze nu. Gemengd verkleden, mannen en vrouwen door elkaar. Er zijn natuurlijk jongens en meisjes die het daar principieel mee oneens zijn. En voor die is dan die andere kleedkamer bestemd. Ja, denk daar maar eens even rustig over na. Nee, seks en sport. Ik ben nog van de lichamelijke opvoeding. En sport was natuurlijk bedoeld om de seksuele driften van de jeugd te beteugelen. Dat was aanvankelijk het plan erachter, om excessief onaneren te voorkomen. Ja, dat is het. Ik weet heel goed, uit mijn studententijd zat er boven mij. Ik woonde in een oud studentenhuis aan de gracht. Er zat een jongen boven mij. En ik dacht, wat is dat toch gaande, die bureaustoel. Die schoof maar heen en weer over die vloer. En op een zeker moment een gezucht en gesteun. Ik zit te werken en er komt zo'n druppel, valt er door het plafond. Ik naar boven, ik zeg, waar ben jij mee bezig? Ja, zei hij, ik wil er ook graag mee ophouden, maar hoe? Ik zeg, jij moet gaan sporten. Ja, maar wat moet ik dan doen? Ik zeg, ga roeien, dan kun je trekken met 2 handen. Ja, had ik het maar niet gezegd, want hij heeft het gedaan. En het probleem van roeien is, je kijkt die kant op en je vaart daarheen. En je kan wel zijspiegels op je riemen zetten, maar ja, dan heb je maar even een beeld van wat er achter je gebeurt. Die is op een zondagmorgen door een Rijnaak overvaren. Dus de moraal van het verhaal is, je kan beter rukken dan roeien. Dat is, er is net een boek verschenen, ik weet niet of u het al gelezen heeft, over homoseksualiteit en topsport. Gelijkspel heet het.
gelijkspel is net verschenen. En daar komen een hoop topsporters uit de kast. En die zeggen ja, maar als ik eerder had kunnen zeggen dat ik homoseksueel was, had ik beter gepresteerd. Dus misschien een tip voor Gert-Jan van Beek om eens te kijken wat er aan valse nichten in de selectie van Feyenoord rondhangt. Dus dat ventje staat met een basketbal en die probeert die bal in dat netje te gooien. En dat is werkelijk een schandaal. Die bal die vliegt alle kanten op. En op een zeker moment stuitte hij op de weg, komt op de voorruit van een auto, er breekt de ruitenwisser af. Die chauffeur rijdt verschrikt de heg in, die zwaait zijn deur open en die komt naar buiten. Wat? En dat ventje staat meteen, ik heb niks gedaan, ik heb niks gedaan. Dus die man die loopt naar mij toe en zegt, dat gaat u geld kosten. Ik denk, hoe komen die kinderen erbij? Ik neem u even mee naar de beelden van Feyenoord Ajax aan het begin van de competitie. Daar ziet u vermalen paast hier op Leonardo. Kijk, die komt aan de bal en ram! Timmer, die schopt een kleine ventje. Nou, dan moet je kijken wat de Claire, die er niks mee te maken heeft, en Timmer. Scheids, wat krijgen we nou? Je gaat toch niet zeggen dat ik... Dan moet jij eens heel goed naar mij luisteren. Jij hebt een zwart pak aan. Ik ben keeper. Je gaat me geen gele kaart geven. Hij gaat me een gele kaart... Hoe is het moe? Ik ga het nog één keer uitleggen. Dan moet je goed luisteren. Dit krijgt de jeugd week in, week uit voorgeschoteld. Hoe moeten ze een normen- en waardepatroon in besef in hun hoofd opbouwen? Onmogelijk. Onmogelijk. Dus dat ventje, dat staat me zo aan te kijken. Ik zeg tegen hem, weet jij nou waarom die bal alle kanten opspringt? En toen zit hij, ja meneer, is een hele slechte bal. Hele slechte bal. Dat zijn de excuses tegenwoordig. Is toch niet de Jurie van Gelder? Had die excuses niet. Die heeft echt niet gezegd, hele slechte ringen. Dat kan niet. Die mocht niet, was tweede van de wereld. Som en Blom, die hebben zich werkelijk suf gekwalificeerd. Ik had een beetje medelijden met ze op een zeker moment. Bram, het zegt u toch wel iets, hè? Bram Som, dat is onze 800 meter loper. Zeker, 800 meter. Hij was Europees kampioen. En wat moest hij lopen om naar Peking te kunnen? 800 meter, ja, dat is goed geantwoord. Het is goed geantwoord. Het gaat nu even om de tijd. Maar goed, het is goed geantwoord. En dan hadden we Rens Blom, hè? Dat was de postdoc hoogspringer. En wat moest hij springen om in Peking te komen? Heel hoog, ja, dat is ook goed. Nou, de humoristen zitten in de zaal vanavond. Die moest 5,70 meter springen. En die Bram Som die heeft zich werkelijk suf gekwalificeerd. Dat begon met de Nacht van Heusden. Daar hebben we beelden van. Laat even zien, jongens. De Nacht van Heusden. Nee, dit is vorig jaar. Ik wil even de beelden van dit jaar van de Nacht van Heusden. Dat is dit jaar. En ik heb ook al de beelden van volgend jaar. Volgend jaar heb ik ook. Dit is volgend jaar. En die Som liep een verschrikkelijke slechte tijd. Dat was werkelijk. Dat sloeg helemaal nergens op. En toen zei hij tegen de pers. Herinnert u zich even uw eigen persconferentie? Sprak hij de legendarische woorden. Ik wil niet te vroeg pieken. En dat is heel verstandig, maar je moet natuurlijk ook niet te laat pieken. Je moet, zal ik maar zeggen, op tijd pieken. Ja, je kan zien dat we met deskundigen in de zaal zitten. Marleen Veldhuis, let goed op, hè. En weer, ze moeten meteen. Dus die Som die is gegaan naar Londen, hij is gegaan naar Monaco. Ten slotte is hij in Leverkusen, had hij nog 2 dagen, hij rijdt terug naar huis. Hij komt in Antwerpen langs een sintelbaantje waar nog licht brandt, had nog 24 uur. Hij denkt, ik ga het nog één keer proberen. Er is een Belgische official, is daar zijn hond aan te uitlaten. Hij zegt, ach, zou u voor mij even de tijd op willen nemen? Hij loopt 800 meter, hij komt over de finish en 6:28:34. Oh, wacht, zegt die official, ik heb hem nog op zomertijd staan. Wacht even. Hij weer aan die 800 meter, tweede ronde. En heb je dat die atleten, die schudden dan zo die benen uit, weet je dan. Nelly Koeman deed dat in Barcelona en toen knapte er een bilspier. En die andere loopsters dachten dat het startschot was. Dat is een puinhoop geworden, zeg, ongelooflijk. En die Som die loopt daar zijn tweede 800 meter, maar na 400 meter zegt hij, wat is dat voor een kuthaas? Wie loopt er nou met een lange stok voor me uit? Dat bleek Rens Blom te wezen. Die was bezig om nog een keer over 5,70 heen te gaan.
En Bram Som, hij heeft nog één gelegenheid. Die gaat even tussen de bosjes om een plas te doen. En die komt terug met die hond van die Belgische official achter zijn broek aan. En die bek die klapt steeds terug achter dat satijnen broekje. En opeens gebeurt er wat er in al die maanden daarvoor niet gebeurd is. Hij gaat pieken. Ja, pieken. Hij gaat pieken. Werkelijk waar. En hij loopt over. Hij loopt die hond er op 100 meter uit. En hij komt over de streep. En hij loopt naar die official. En vergeet in te drukken. In de verte staat Rens Blom met die stok. Die staat daar zo die hond van zich af te slaan. Wij willen eigenlijk in ons land alleen maar royaal winnen. Vooral het publiek wil alleen maar royaal winnen. Daarom is schaatsen ook zo ongelooflijk populair in ons land. En totaal niet populair in andere landen. Er kijken nog per weekend 800.000-900.000 mensen naar het schaatsen. Dat is toch ongelooflijk. Waar zitten die in vredesnaam naar te kijken? Hey, ik hoor dan wel eens, ik zit dan in de kamer iets te doen, te borduren of zo. En dan hoor ik opeens, zijn de dames bezig, over een of andere Chinese, hoor ik dan een mooie opening. Dus ja, dan ben je altijd benieuwd. Dus je loopt even naar het beeld. En dan zie je iemand met twee vingers zo zitten. Dat zal dan wel iets met die opening te maken hebben, denk ik. En dan na een half uur heb je een dweilpauze. Dat zal ook wel iets met die openingen te maken hebben. En dan in de dweilpauze, dan schakelen ze altijd over naar Ria Visser en Mart Smeets. Nou, geef mij de dweilpauze maar. Het is werkelijk toch niet om door te komen. Mart heeft dan altijd, die zit dan in de nop van zo'n overdekt stadion, 30 graden boven nul, met een Noorse trui aan voor de sfeer. En Ria Visser, die heeft het altijd over diep zitten. Ze kunnen haar nooit diep genoeg zitten. En ze moeten, dat is ook altijd zo, ze moeten blijven schaatsen. Blijven schaatsen. Ik heb nog nooit iemand op een prikslee voorbij zien komen. Maar ze moeten blijven schaatsen. Dat hoor je nou nooit bij polstok hoogspringen. Dat iemand roept, blijf polstok hoogspringen. Waar kijken we? Tour de France, precies hetzelfde. Waar kijk je nog naar? Eerste 5 vlakke etappes. Er gaan een paar weg. Die komen 30 minuten voor. Die worden een kilometer voor de streep ingehaald. En dan wint McEwen. Het is toch doodsaai? Het is toch werkelijk doodsaai? En heb je eindelijk een bergetappe. Nou, dan ga je ervoor zitten, hoor. Want nu gaat het om individuele kracht. En er zijn er nog 5 weg. En dan hebben we Maarten Ducro en Herbert Dijkstra. En dan springt er opeens een Italiaan weg. Oh, helemaal op. Oh, kijk, nou, toch, ze springt een Italiaan weg. En die pakt meteen 100 meter. Hoe is het mogelijk? Wij weten het wel. Ja, wij weten wel hoe dat mogelijk is. Ik zei kennelijk niet, want 3 dagen later, hij heeft doping gebruikt. Nou, dat wisten wij 3 dagen. Hoe is dat mogelijk? En dat is de ellende van het wielrennen. Je kunt geen winnaar mee vertrouwen. Je kunt geen winnen. Obama, leuk dat hij gewonnen heeft. Ik wacht eerst even de dopingcontrole af. Het is werkelijk... We zullen een keuze moeten maken. In dat hele dopingverhaal zullen we... Zeg maar, het is een soort laatste ethische strohalm waar we ons nog aan vasthouden. God mag weten waarom. De mensenrechten in China, ach ja, even jammer. Maar daar stappen we overheen met een gemak. Ongelooflijk. Maar de doping, nee, maar dat is werkelijk schandalig. Wat is dat voor rare dubbele maatstaf? Ik bedoel, wij zijn evolutionaire wezens. Wij zoeken naar de onsterfelijkheid. Wij zoeken naar de optimale gezondheid. En daarbij maken we gebruik van de sport. Formule 1. Dankzij de Formule 1 zijn onze auto's veiliger. Kost een paar coureurs, maar je houdt een hoop chauffeurs over. Stel nou bijvoorbeeld de Maarten van der Weijden en Lance Armstrong. Wat kunnen die dankzij het laboratorium opeens? Dat is de toekomst. Het is trouwens niet te hopen dat lange afstand zwemmen erg populair wordt in ons land. Want dan gaan we het hele weekend naar klotsend water zitten kijken met z'n allen. Nee, we moeten over die doping onze mind op. We moeten gewoon zien, een atleet is een proefkonijn. Dus je hebt bij de marathon voorop lopen dan zeg maar 3 hazen. En daarachter komen dan een stuk of 80 proefkonijnen. Zo moeten we de zaak bekijken. Voetbal hebben. Dus we zijn murf. We zijn murf. We kijken er nog wel naar met z'n miljoenen, maar we.
He, die Feyenoord-supporters worden afgeschilderd als hardcore. Die worden afgeschilderd als beesten. Nou, die zitten al 30 jaar met elkaar naar groeiend gras te kijken. En bij Ajax precies, nou niet precies hetzelfde, want dan groeit het gras niet eens. Ik was bij Ajax NEC en er stond Mario Been, die stond dan in dat vak. Die kwam na 14 minuten 35 seconden zijn duk out uit. Die ging zo in dat vak staan en schreeuwde tussen zijn handen door... Voetballen! Die trainen 8 keer per week. Die waren al een kwartier bezig. En nog moet de trainer uitleggen wat ze moeten doen. Een paar van die voetballers zag je ook kijken zo... Hé, trainer, wat bedoel je, trainer, wat... En dus Mario Been is een goede coach, hoor. Dat is een goede coach. Dat is een coach die als speler nooit het uiterste uit zijn kunnen heeft gehaald. En aan de andere kant stond Marco van Basten. En dat is een coach die nog nooit het uiterste uit zijn eigen kunnen heeft gehad. Van Basten werd opeens bondscoach. Kwam maar zo. Ja, er was geen enkel argument te vinden om een bondscoach te maken. Misschien het enige argument op een oude fiets moet je het leren. En toen begon hij met selecteren. Misschien kunnen ze zich dat herinneren. Was leuk. Selecteren. Die en die en die en die. Op zeker... Ik weet nog wel dat ik op zeker moment mijn tas in de gang had klaargezet. Toen had hij Romano Denneboom gevraagd. Nou ja, toen had hij... Nu begin ik in de buurt te komen. Want ik voetbal nog steeds. Ik heb een droom. Romario, dat zegt u wel iets of niet, Romario? Romario, een beetje moe, ja. Beetje moe. Dat zijn dan weer de media. Hè. Dat is dan zo'n imago. Je komt er niet meer vanaf. Romario, schitterende voetballer. De mooiste doelpunten gemaakt. Wat blijft hangen bij het publiek? Beetje moe. Ja, ik voel het zelf ook. Ik heb mijn hele leven, 40 jaar lang doe ik dit. Schitterende programma's gemaakt. Mooie grappen, leuke liedjes. Wat blijft hangen bij de mensen? Peter R. de Vries. Peter... Een paar verschrikkelijke weken achter de rug. Echt waar. Verschrikkelijk. Voelde me omringd door verborgen camera's en door undercover agenten. Ik stond op een zeker moment in de winkel en die cashière blijven maar aankijken. En ik kijk terug. Ik denk, ik zeg niks. En op een zeker moment zegt ze tegen mij, u mag hem er even doorheen halen. Ik zeg, nou, als u even de andere kant op kijkt. Ja. Dat was een vervelende situatie. Maar Romario had een droom. Dat weet u nog wel. Wat was de droom van Romario? 1000 doelpunten was de droom van... Hij heeft het gehaald, hij was 41, Pelé was 29, haalde het ook. En ik heb een soortgelijke droom. Ik wil in mijn leven, ik wil met voetballen ophouden als ik 10 doelpunten heb gemaakt. 10. Ik sta op 9 nu. Ik sta op 9 sinds 1987. Ja, toen kwam dat systeemvoetbal erin, ik ben rechtsback. En dan moet je in je taak blijven voetballen. Dan krijg je zeg maar op het veld een bepaalde zone toegewezen... En daar moet je dan in blijven voetballen. Dus elke keer als ik oprukte om dat 10e doelpunt te maken... dan hoor ik van de zijkant... Blijf in je taak spelen! Dus dan moest ik weer terug naar die zone. Ik kwam nooit in middellijn over. Nou ja, na de rust. Dus ik speelde niet zo lang geleden... speelde ik een wedstrijdje. En onvergetelijk, ik sta op een zeker moment met de bal. Er was een scheidsrechter bij, dat moet ik nog wel even zeggen. Dat was ongelooflijk, die had zijn hand in een mitella. Dus die floot, die had zijn hand zo. Die was te pakken genomen bij een amateurwedstrijdje. Dat is wel eens ongelooflijk. Dat zijn wedstrijden, waar gaat het om? Nergens. En er is dan, daar maken ze een trammeland en dan slaan ze zo'n scheidsrechter helemaal in elkaar. Ik vind het werkelijk stuitend. En daarom wil ik even van de gelegenheid gebruik maken, nu ik op de televisie ben met sport. Dames en heren, gebruik nou toch eens uw verstand. Het is toch werkelijk... Nou ja, goed, het lijkt me voldoende. Dus ik sta met die bal, sta ik aan de voet. Daar heb je doel, hier staat de tegenstander. En ik kom zo aangelopen, weet je wel. En ik doe zo. U dacht toch niet dat ik hem op... Nee, schijnbeweging heet dat in de sport. Een schijnbeweging. Dus ik die man die strapt er ook in, die verdwijnt uit beeld. En opeens sta ik voor een leeg doel. Nou, wat is een doel dan groot, mensen? Ik denk, ik ga hem eens... Heel mooi inschieten. En wat is het belangrijkste bij de trap? Standbeen naast de bal. Dit is het hele eiereten. Als dat been daar staat, kan er niks meer. Iedereen begrijpt dat je zo niet kan schieten. Iedereen begrijpt. Nou, kijk maar eens naar de Jupiler League. Moet je maar eens kijken. Het is echt... Iedereen begrijpt dat je zo kan je niet schieten. Dat begrijpt iedereen. Iedereen. Dat begrijpt iedereen.
Dus ik sta met die bal voor het open doel. En ik wil hem inknallen, mijn rechterbeen. En ik voel een stekende pijn in mijn linker enkel. En een tegenstander met gestrekt been schopt mij onderuit. En ik hoor een fluitsignaal. Ik denk, strafschop. Heerlijk, heerlijk. Een strafschop, dat moment dat je die bal op 11 meter mag leggen. En dat hele doel voor je hebt. Ja, ik ken al die praatjes al over die moeilijkheid van die strafschop. Maar hou daar nou eens mee op. En Johan Cruijff die dan roept, daar kun je niet op trainen. Dat is het enige waar je op kan trainen, Johan, op een strafschop. Want die afstand is altijd hetzelfde. Dat doel blijft even groot. En of die keeper er nou in staat of niet, dat maakt helemaal niets uit. Ja, maar al die mensen eromheen. Johan, je bent geconcentreerd of je bent niet geconcentreerd. En hoe langer je getraind hebt op iets, hoe meer je gerepeteerd hebt, hoe beter je je kunt concentreren. Dit was even tot Johan Cruijff. Dus er wordt gefloten. Ik kijk over mijn rechter schouder. En ik zie die scheidsrechter met een gele kaart staan en hij roept Zwalbe. Ik denk, hoe is het mogelijk? Ik was blij dat hij maar één arm in die mitellen had. Want daardoor kon ik die andere... Nee, maar er zijn... Ik vind het een schandaal wat er gebeurt op de velden, maar er zijn toch duidelijk uitzonderingen. Nou, Van Basten begon wild te selecteren. Toen begon hij zich te kwalificeren. Kun je wel herinneren tegen al die songfestivallanden waar we dan met moeite van konden winnen. En er werd steeds minder, steeds minder. En uiteindelijk gingen we naar Zwitserland. En iedereen dacht, hoe moet dit goed gaan? En we speelden tegen Italië. Verbluffend. Verbluffend. Ik begreep er helemaal niets van. Niets. Nou ja, met mij, het publiek, mensen begrepen er niets van. Van Basten zelf begreep er niets van. Want op een gegeven moment staat hij ook zo te juichen. Hè? Hij begrijpt het helemaal niet. Dus toen kreeg je de wedstrijd tegen Frankrijk. En dan komen al die spelers. Trainer, wat gaan we doen? Nou, zei Van Basten. Doe maar hetzelfde als tegen Italië. Nou ja, en dan krijg je, dan gaat de sporter nadenken. Dan gaat hij nadenken. Dus dan, zeg maar, van wat hier moet gebeuren, dan gaat naar hier toe. Dat hoofd moet leeg zijn. Maar ja, opeens zit dat dan in die benen. En dan krijg je dat rare gedoe van, wat deden we tegen Italië ook alweer? Terwijl, ja, je deed tegen Italië, daar dacht je niet over na. Je deed wat je kon. Dat is de beheersing van je lichaam en het uitschakelen van de geest. Trainen, oefenen, repeteren. Dus ja, toen kregen we de wedstrijd tegen Frankrijk, was al minder dan tegen Italië. Toen kregen we de wedstrijd tegen Roemenië, een soort feestwedstrijd, onder het motto van we zijn maar één keer uit. En toen kreeg je die ellendige rouwbandenaffaire. Kunnen ze nog wel herinneren, er was iets gebeurd in de groep. En ik ga er verder niet over uitweiden. Dat is nergens voor nodig, dat is privé. Maar goed, Guus Hiddink die had zijn oude KGB-agenten wel uitgezet. Dus die belt op een avond met Robbie Wietzke. Want iedereen vraagt zich altijd af, wat doet die Robbie Wietzke erbij? En die zit voor de sfeer erbij. Dat is de neef van Pipo de Clown, die moet de stemming erin houden. Dus Hiddink die belt die Wietzge en die zegt tegen die Wietzge van... Zouden jullie niet tegen ons met rouwbanden gaan spelen? Ja, maar zegt Robbie, hoe kom ik aan rouwbanden? Nou, Guus die wist nog wel een furniturenzaakje in Lausanne. Dus Robbie komt in die winkel aan, garen en bandwinkel. Die zegt, hebben ze jouw rouwbender? En die vrouw zegt, wat voor kleur mag het wezen? Het is een hele affaire geworden. Nou ja, je kunt aan de beelden ook zien, dat is een drama. Want met rouwbanden, dan kan je niet meer, dat knelt om je spierwal. Hier, Van Persie heeft er ook al last van. Die zit er aan de schouder van de vaart. Het jeukt onder je oksels. Je kan niet vrij uitspelen hier. Dus de rust, zie je, die bandjes die hangen dan al op de pols. Het is een drama geworden. Het is een excuus. Het is een excuus. Altijd, het ligt altijd aan het materiaal of iets anders. En dat vind ik het geweldige van gehandicapten. Die hebben nooit een excuus. Die zeggen nooit, het ligt aan mijn rolstoel. Dat hoor je nooit uit die hoek. Dat is een enthousiasme en een inzet en een mentaliteit. In China waren de Paralympics, dat hoef ik u niet te vertellen. En als je ziet dat in China officieel een jaar geleden nog helemaal geen gehandicapten waren. Dan hebben ze binnen een jaar 30.000 gehandicapten uit de grond gestapt. En niet de minste hoor, niet de minste. Er was er één bij. Ik weet niet of u gezien hebt, er was niet veel meer dan een romp met een hoofd erop. En hadden ze aan zijn neus hadden ze een pingpongbedje gemonteerd. En dat was echt ongelooflijk. Die kon, zeg maar, kon zo topspin geven en kappen kon hij zo. Ik denk dat Trinko Keen er moeite mee gehad zou hebben. Dat was werkelijk
verbluffend. En dan gooide die coach van de zijkant zo'n balletje op. En dan ving hij dan op tussen zijn tanden. En dan blies hij het op. En dan tjak, 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 tjak. Fantastisch. Fantastisch. Bij de halve finale. Hij leek zo goud te gewinnen. Bij de halve finale gooit die coach het balletje op. En hij slikt het in. Drama, drama. Ja, China die had zich helemaal gefocust op die overwinning. Drama. Dan moet zijn coach in een persconferentie zich verantwoorden. Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Wat is er gebeurd? Ja, zit die coach. Ik weet het niet. Waarschijnlijk zit het tussen de oren. Dat was zijn... Ik weet niet of u wel eens rolstoelrugby heeft gezien. Nou, dat ligt er ook niet om. Ik zeg maar, qua mentaliteit en inzet. Laat maar even zien, de beelden. Kijk, dit is echt andere koek. Hier zijn geen excuses bij. Hier, pak aan. Ik heb ook nog beelden zonder bal. Dit is zonder bal. Hier, dit is zonder bal. En het is ongelooflijk hier. Maar het probleem... Het probleem is natuurlijk de conversie. Ik weet niet of u iets van rugby weet. Het is niet de grootste sport in Nederland. Maar je hebt in Nederland... Rugby is 15 tegen 15. Dat weet u. 15. Je hebt ook 7 tegen 7. Maar dat is alleen maar voor het amusement. 15 tegen 15. En één leuk ding van rugby is... Je mag de bal niet vooruit passen. Je mag alleen maar terug. Het lijkt een beetje op voetbal... Maar bij voetbal is het niet verplicht. Hè? Dus je moet steeds terug. Dus die tegenstander komt eraan. Je doet net alsof je zo terugspeelt. Maar je gaat er zo omheen. En dan druk je hem hier over de lijn. En dat heet een try. Dan loop je vanaf het punt van de try-line terug naar de conversielijn. En dan moet je daar de bal in de grond drukken. Het is namelijk niet een echte bal. Het is een eitje. Maar dat komt omdat ze met z'n allen er voortdurend bovenop liggen. Daardoor neemt het de vorm van een ei aan. En dan moet je die bal proberen... boven, zeg maar, tussen twee palen, boven de lat. Nou, u begrijpt, dat is voor deze mensen natuurlijk ondoenlijk. Nou, daar hebben ze het volgende op gevonden. Ze hebben een elastiek, komt er uit de zijkant. Daar plaatsen ze de bal achter. Daar gaan ze zo met elkaar, trekken ze die rolstoel, zeg maar, zo ver mogelijk naar achteren. Tot een voldoende spanning op de... Ja, ik kan het niet, maar zij zijn er meesters in. Tot een voldoende spanning op de bal staat en dan vliegt hij over die lat heen. Belgen hadden dit niet goed begrepen. Die hadden dat elastiek achter de rolstoel omgespannen. Belgen hebben sowieso moeite met sport. Er was één hinkstapspringer erbij. Moet je kijken bij die beelden. Die zit in het midden van zijn aanloop. En opeens denkt hij, wat kwam er ook alweer eerst? De hink of de stap. Dus die benen raken helemaal in de... En die slaat zo voorover met zijn neus over een afspringlijn. En ja, gedisqualificeerd. Ik heb hier beelden van een wildwatervader. Die had zijn peddel in de metro laten staan. Hier moet je kijken. Dit is wat hij onder water ziet. Hier. Nee, de Belgen hebben zwak gepresteerd. Eén aardige prestatie van de Belgen. Dat was hoogspringend. Tia Hellebout. Dat is een Tia, nou, die zou ik wel graag hebben, zal ik maar zeggen. Ja, als die bril afgaat en die haren worden losgeschud. Maar ja, ze is al bezet, ze is zelfs zwanger, ze houdt ermee op. Ze is de tweede man. Ik heb nog even met de eerste man gebeld om te vragen wat er misgegaan is in het huwelijk. Hij had de lat te hoog gelegd. dit elastiek, dat heb ik van Gerard Kempkers geleend, weet je. Dan zie je in de zomer, als ze denken van... ze zullen toch niet vergeten dat er ook schaatsen is... zie je dan die schaatsen zo in dat elastiek, zie je ze trainen. Zou wel aardig zijn, dit ding in de Tweede Kamer. Hè, om bij de interruptiemicrofoon te komen... dat je een klein beetje weerstand hebt ingebouwd. Zou de besluitvorming wel ten goede komen, denk ik. Dames en heren, ik heb dit jaar het Sportfonds voor de Gehandicapten Sport hebben een fijne liefdadigheidsavond gehad. En ik had daar iemand toe willen spreken, omdat, kijk, ik doe al 40 jaar liefdadigheid, maar ik zal zeggen, niet één keer zonder dat ik het gevoel heb dat ik er zelf beter van word. Niet één keer. Maar er is in ons land één persoon die volkomen onbaatzuchtig, zich helemaal geeft, volkomen altruïstisch, Erika Terpstra. Erika Terpstra is haar gewicht in goud waard. En daarom is het zo jammer... want er is opeens 50 kilo goud verdwenen. Het lijkt de crisis wel. Het is ongelooflijk.
ongelooflijk. Maar Erika, ik heb Erika dit jaar voor het eerst gezien op 4 mei 2008 bij de herdenking van de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog bij het Olympisch Stadion. Dat is een schitterende, sfeervolle bijeenkomst. En er was de wethouder voor sportzaken van Amsterdam en de voorzitter van de stadsdeelraad. Ja, en daar kon je op wachten. Die konden het niet laten om even de Olympische Spelen van 1936 te verbinden aan de mensenrechten situatie in Peking. En Erika die stond aan de zijkant bij het podium. Ze was nog op haar oude gewicht. Ze had iets aan. En ja, die Edgar Vos die ontwierp het allemaal. Dat was meestal een deken met een gat erin die er dan zo overheen gegooid werd. En het stond haar altijd. En het zat als gegoten. Want ik vraag je wel eens af, hoe doe je dat nou? Ik bedoel, het gaat nu flubber. Dus het zat werkelijk. En had ze een hoed op van die dingen die de landmacht vroeger gebruikte om de vijand te stuipen mee op het lijf te jagen. Zo'n ding. En ze had een gele Nordic skistok, had ze zo in de hand. Zo. Het was een indrukwekkend. Die had ze bij zich omdat ze licht geblesseerd was aan de knie. Daar kwam ze waren met de sportkoepel, NOC, sterretje, NSF. Waren ze wezen brainstormen. He, wij willen de Olympische Spelen naar Nederland halen in 2096. Verheug me er nu al op. Het probleem is dat ons land dan onder water staat. Dus we moeten stadions krijgen die drijven. Zeg maar de Kuip, maar dan echt. En ze waren gaan brainstormen tijdens de Nederlandse skikampioenschappen in Arosa. Zaten in Bergen. Wie was erbij? Joop Albeda. Joop Albeda, die vroegere trainer. Is nu hoog bij de volleybal. Krijgt hele sterke ellebogen van volleyballen. En Henk Gemster, die zat erbij. En Charles van Kommenee zat erbij. Die wist niet hoe gauw hij naar Engeland moest gaan. En Marcel Sturkenboom. Met z'n vieren, met Erika, zaten ze in een berghut te brainstormen. En na een uurtje of vijf, zegt die man die anders roept biertje. Die riep nu, we gaan sluiten. Dus ze gaan met z'n vijven naar buiten. Ze staan daar boven op de berg in de sneeuw. En Erika die spreekt de legendarische woorden. Ik ben de Bob. Nou, ze waren met 4 man dus. Dat werd een 4-mans-Bob. Erika ging op de buik in de sneeuw liggen. Voorop Joop Alderda. Daarachter Henk Gemser. Daarna Charles van Kommenee. En Marcel Sturkenboom die moest zo dat hele zaakje zo in beweging slingen. Dus Erika zegt op een zeker moment, ik zie geen reet. Ja, ze hadden allemaal wat op. En toen zegt Marcel Sturkenboom, dan moet je op je rug gaan liggen. Dus die Sturkenboom die struikelt en die komt er achteraan te hangen. En ze gaan zo die berg af en hij. En Erika maar roepen, laat los! Maar hij laat niet los. Laat los! Maar hij liet niet los. Dus die is kort geleden eervol ontslag. Ja, daar kon je op wachten. Dan moet je maar op tijd loslaten. Anders moet je in opdracht loslaten. Dus Erika die staat daar aan de zijkant met die hele outfit, met die stok zo. En er is een mannetje van 1,70 meter, die moet haar dat podium ophelpen. Ik heb zelden iemand zo klassiek door zijn rug zien gaan, werkelijk. Hij stond in een hoek en Erika neemt plaats achter die microfoon. En die begint over, zijn die bepaalde personen die menen zich te moeten profileren over het leed sporters aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die qua verschrikking zijn weerga niet heeft. Ik vind dat geen gepaste gelegenheid. Ik wil met u waar en wanneer dan ook over de mensenrechten in China discussiëren. Maar niet hier. En ik zou u willen zeggen, kom maar op. Ik lust je rauw. En ze keek alsof ze er al één op had. Werkelijk. Zo streng. En heb je hier met die Olympische vlam, ja, de tocht van de Olympische vlam, de enige manier om nog een beetje te protesteren tegen de mensenrechten in China. De enige kans, want in China kwam je niet in. Hier heb je iemand met een vlag in Griekenland. Het is Londen, beeld, waar is de vlam? Je ziet hem haast niet meer. Hier hebben we de beelden in Parijs, nou, dan zie je alleen maar vlaggen. En dan krijg je hier, dit is Los Angeles, op de Mount Everest. Ja, daar hebben we nu laatst beelden van gekregen. Daar is het uit de hand gelopen. Hier, demonstranten worden van die berg afgeslagen. Moet je kijken hier. Ongelooflijk, er komt er hier een. En die wordt in een net opgevangen, hier. En die gaat meteen naar de laboratoria. Daar snijden ze organen uit. Nou, tenslotte zijn ze in het Midden-Oosten geland. En daar is de zaak volledig uit de hand gelopen. Dus Willem-Alexander kwam aan in China. Onze IOC-lid. Willem-Alexander kwam aan in China en het eerste wat hij zei, de tocht van de Olympische vlam gaan we afschaffen.
Dus dat is te veel gedoe en kost te veel geld. Dus dat wordt straks onze koning. Gaat de kersttoespraken houden. Gaan altijd over vrede, zoals u weet. Vrede, hoop gedoe. Kost een hoop geld. Gaat hij afschaffen. Let op mijn woorden. Dat is toch ongelooflijk. Die tocht van die Olympische vlammen had een prachtig argument voorhanden. Dat is bedacht door de nazi's. Dat is bedacht door Goebbels. Die wilde de oude Griekse cultuur verbinden met de moderne Duitse cultuur. Dus dat is een schitterend argument. Maar ja, op het gebied van fascisme is hij altijd een beetje voorzichtig natuurlijk. Oh, hij wil zijn schoonvader niet beledigen. Dat begrijp ik ook heel goed. Dat begrijp ik ook heel goed. Ja, kijk, iemand die verstand van water heeft, die kan over vuur beter zijn mond houden. Balkenende had een zwarte piet getrokken. Die moest die mensenrechten aankaarten in China. Nou, niet bepaald waar hij op gehoopt had, maar ja, het hoort erbij. Je bent minister-president. Had hij zich de avond van tevoren moed ingedronken in het Holland Heinekenhuis? Nou, zeg maar, ingezopen. Hij was zo nerveus, hij zat maar te kleren. Op een zeker moment geeft hij een persconferentie aan het eind van die avond. Staat hij leuk patatje met stokjes te eten. Helemaal in die sfeer. Hij was helemaal door dolle heen. En dan komt hij aan. Laat hem maar even zien, die beelden. Volgende morgen bij zijn Chinese collega. Hij had zich een beetje Chinees gesminkt. En hij komt dus aan. Oh nee, dat is hem. Wacht even, nee. Ik haal dus even door elkaar. En maar handen schudden, want ja, dat moment maar uitstellen van die vreselijke mensenrechten. Ja. Dan gaat hij zitten, dat is een tolk. En mensenrechten. Hij begon over Tibet. Tibet hield zich expres op de vlakte, wat heel moeilijk is. In geval van Tibet. Maar ja, had een beetje medelijden met die tolk. Hè. Dat is toch de boodschapper en die krijgt vaak de schuld. En misschien heeft die man ook een gezin. Al moet je nog maar afwachten of die vertaalt wat jij zegt. Misschien hebben ze wel een hele andere eed gezworen. En hij begint over de persvrijheid. Hè, want de vrouwen in China mogen maar één keer baren. En uiteindelijk heeft hij zijn hele verhaal afgestoken. En dan gaat hij een beetje zitten uitpuffen. En die tolk vertaalt. Hij voelt dus aan zijn hoofd, want het lijkt wel of die twee stokjes zo overdwars in zijn hoofd staan. En dan komt het moment dat die tolk zich weer omdraait en dan begint met het antwoord van de eerste minister uit China. Bekende clichés. Geachte collega, dank voor uw positieve insteek. Uw opbouwende kritiek. En we beloven u dat we al uw voorstellen zullen meenemen in onze beleidsplannen. Tuurlijk, mensenrechten, maar we hebben in China ook mensenplichten. Misschien dat de mensenplichten nu op dit moment iets meer voorrang krijgen, maar wij willen voorkomen wat er in uw land gebeurd is. Waar de mensenplichten eigenlijk volledig zijn ondergesnipt. Het is alleen maar mensenrechten, mensenrechten, mensenrechten. Het laat zich misschien nog het beste zien in wat er bijvoorbeeld de laatste tijd in zo'n Holland Heinekenhuis gebeurt. Eén losgeslagen normen en waardeloze bende. Consumptiedrift tot op de top gedreven. Tuurlijk, Tibet, wij willen het graag onafhankelijkheid geven. Maar Sichuan wil het ook, Mantsjoerije wil het. En we weten dat het de dood van vele miljoenen zal betekenen. Dus bij ons is de afweging altijd de onvrijheid van een enkeling tegenover de dood van velen. U moet niet vergeten, wij zijn kinderen van de culturele revolutie. Confucius zei al, een wijs man bijt liever zijn tong af dan dat hij een ander de les leest. Onze minister-president was opeens klaarwakker. Hij dacht, moet ik nog wat zeggen, maar zijn Chinese collega was hem voor. En de tolk boog zijn naam toe en hij zei, Hachaya Hia, Pachil, Pieter van de Hoge Band. En de tolk draaide zich naar Balken en zei, de gloeten aan Eerling van Muiswinkel. We hebben een fantastische tijd hebben we gehad in Zwitserland. Ik was door de KNVB uitgenodigd. Dat wil zeggen, ik had mezelf een beetje uitgenodigd. Ik zat in een evenementencommissie. Je moet wat doen om aan kaartjes te komen. En we moesten voor de wedstrijden, het was de VVBS, voorkom verveling, bobo's en sponsors. Moesten we met elkaar de sfeer erin brengen. En ja, dat heeft u waarschijnlijk niet gelezen omdat u in trainingskamp was. Maar er stond op zeker met een klein berichtje in de krant. Meester Pieter van Vollhoven of professor van Vollhoven voorhoofdsholt ontsteken. Maar dat is niet waar. Dat was voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Had ik in het hotel in Interlaken had ik koebelslingeren georganiseerd. En Jet Bussemaker die staat zo met die koebel. En Van Vollhoven denkt dat hij een klokkenluider hoort.
Dus die doet die deur zo open en dang! Nou, die wist even niet waar de klepel hing, hoor. We hebben een leuke avond gehad. We hebben een fondue-avond gehad met Johan Cruijff. Fondue. Fondue voor de foundation. Geweldig. En heb je bij Johan, is altijd zo fantastisch. Bij Johan, die gaat dan uitleggen aan zo'n Zwitserse kok hoe je kaasfondue moet bereiden. Dat zijn hoogtepunten. Een heel verhaal over eten. En dan had hij een zin. Even kijken of ik hem goed herinner. Ik zei Johan, Engelsen kennen geen thee zetten zonder zakje. Hoe je erop komt waar het vandaan is. Engelsen kennen geen thee zetten zonder zakje. Maar met een zakje maken ze er ook een potje van. Zo is dat hier gezegd. Ongelooflijk. Kruif. Zijn analyses zijn niet meer zo scherp, hoor. Niet meer zo scherp. Ik weet niet precies, het is in de medische wetenschap, is het al beschreven, hè? Je hebt Alzheimer, Korsakoff en Cruijff. Dat heb je, hij is het niet helemaal. Van Hanegem heeft een beetje last van. Die wartaal over voetbal heet het syndroom van Cruijff. Van Hanegem is de omgekeerde Kortjakje, hè? Die is altijd op zondag ziek. Maar het was jammer dat we de halve finale niet haalden in Oostenrijk. Want ik had nog in Oostenrijk een schitterend wijnkeldertje ontdekt. Fantastisch leuk wijnkeldertje. Daar zaten drie meisjes, die waren al in geen 12 jaar meer boven de grond geweest. En die wisten alles van die wijn af. Ja, dat was bijzonder. Oh, en je kunt je nog wel herinneren, Balkenende op een gegeven moment met dat verband om zijn hoofd. Dat was na Roemenië. Toen zat hij naast Erika. Hier is dat Erika, zal ik maar zeggen. Hier is dat Balkenende. En toen kwam dat lied. Van voor naar achter, van links naar rechts. En Balkenende kende dat niet, wat ik raar vond. Want volgens mij is het clublied van het CDA. Dus Erika die hing helemaal naar links. En Balkenende helemaal, en die slaan met de koppen tegen elkaar. Dat heeft nog dagenlang in de Alpen nageklonken. Van bergwand tot bergwand. Er is in Italië nog een weerswaarschuwing uitgegaan. Nou, we hebben het nu alleen maar over mensen gehad. Maar ja, er zijn natuurlijk ook dieren naar de Olympische Spelen gegaan. Hè. Stel, je bent een paard. Kan gebeuren. Hè. We kunnen niet allemaal ruiter zijn. Dat begrijpt u ook wel. En het mooie van een paard zonder ruiter is een paard. En een ruiter zonder paard, dat is net een IJslandse bank. Ik weet niet of u nog gezien heeft Nederland-IJsland kwalificatie voor de WK van 2010 in Zuid-Afrika. Voorspel ik nu al, komt een hoop glazen nog over. 2010 en dan speelden we tegen IJsland. En op een zeker moment stonden de wisselspelers van IJsland, die stonden zo in de dugout. IJsland wilde laten zien dat ze toch nog een paar reserves op de bank hadden staan. Dus stel, je bent een paard. Stel, je bent een paard en je bent het paard van Anki. Kan gebeuren. Je bent het paard van Anki en dan ben je tevens het paard van chef. Want waar chef is Anki. En waar Anki is chef. Het ging in Hongkong even fout. Maar ik zal u uitleggen hoe dat komt. Dus je hebt het paard, je hebt chef. Chef is de trainer en Anki is de ruiter. Dat is een soort manege à trois. Stel, je bent een paard en je heet Salinero. Nou, dat kan gebeuren, toch? Bonfire is mooier, maar je kan het slechter treffen. Er zijn springpaarden die heten Audis Al Papillon Armani. Je zal achter in de wei staan en dan komt dan die koekenbakker van een ruiter en die roept Audis Al Papillon Armani. Het is dat een paard geen middelvinger heeft, anders zou die zo staan. En heb je nog, wat heb je nog meer? BMC Up and Down, Blauwe Draads O'Brien, Eurocommerce Berlin. Okidoki, Jeroen Dubbeldorp. Nee, dat is een ruiter. Dat is een ruiter. Goed, je bent een paard, je heet Salinero. En je doet aan dressuur, kan gebeuren. We kunnen niet allemaal de gouden koets trekken, dat begrijpt u ook wel. En je doet aan dressuur en ze hebben je gecastreerd. Nou, dat is wel prettig. Als je aan dressuur doet, dan kan je maar beter gecastreerd zijn. Kijk, bij de vrije kuur is het natuurlijk geen enkel probleem. Heel lang maar lekker heen en weer, maar bij de verplichte figuren kom je in een probleem. Bij de verplichte vuur, dan moeten de ballen binnen de lijntjes blijven. Dus dan moet je zo'n beetje staart moet je dan corrigeren, zal ik maar zeggen. Dus dan moet je de hele tijd die... Dus haal maar lekker weg, die rommel. Dat is wel prettig. Okidoki was oorspronkelijk ook een hengst. Daar hebben ze een ruim van gemaakt. Okidoki, ik weet nog wel, die ruiter kwam vragen bij de chirurg. En hoe is het gegaan? Okidoki! Hij zei, je moet er wel rekening mee houden dat hij nooit meer zo hoog zal springen als tijdens de castratie. Dus je bent Salinero en ze nemen je mee naar Hongkong. En dan komt Anki op het lumineuze idee om de muziek voor de vrije kuur
te laten componeren door Wiebe Suryadi. Nou, chef had hem gelijk helemaal zitten. Die dacht dat hij Greet Hofmans in huis had. Die dacht, die kleine blauwe pianosmurf gaat mijn vrouw helemaal betoveren. En ik kan nooit meer vreemd gaan. Zo dacht hij eraf. En die Wiebe die wist ook helemaal niets van paarden. En zei, chef, dat is een schimmel. En dan zei Wiebe, oh, daar heb ik nog hele goede zalf voor. Van die dingen, je kan hem wel doodslaan. En dan ging Wiebe die denkt dat een ruïne een gecastreerde merrie is. Ik bedoel, die weet helemaal nergens van. Nou, voor zo'n paard maakt het echt niks uit waar hij op loopt. Hoor. Nu, Salinero, die loopt toevallig het liefst op Bauer en Weber. En dan denkt u misschien aan een paar Duitse componisten van de 19e eeuw. Maar ik heb het over Marianne Bauer en Frans Weber. Of omgekeerd. Daar loopt hij het liefst op. En wat had chef nou gedaan? En daarom was hij er ook niet bij op het moment suprême. Die stond in de stal bij zo'n schuifpaneel. Hè? Want Salinero had een oortje in. En die hoorde Frans Bauer en Marianne Weber. Terwijl Ankie het gevoel had dat ze op Wiebe Suryadi aan het dresseren was. Kijk, voor zo'n paard maakt het niet uit. Zo'n paard heeft niet eens muziek nodig. Die kan ook zonder muziek. Maar die muziek is erbij dat wij die afschuwelijke scheten niet horen tijdens die vrij... Nee, maar dat is geen gehoor. Dan krijg je dit verhaal. Zo. Verschrikkelijk om dat... Afslag naar links. Rechts. Afslag naar rechts. U volgt de route niet meer. Als ik met jou op de wolken zweef, rijdt de veerboot af. Nieuwe weer opnieuw beleef. Wilt u een nieuwe berekening? In elke gouden zee, weer voor ons stralen. Draai waar dat kan en keer terug. Ons handen wind, het is de liefde dat ons leven. U bereikt uw bestemming na een kwart mijl. Uw bestemming bereikt. U gaat er niet ritmisch mee zitten klappen. Het is geen kogelstoten. Ik had net met u over tolerantie willen beginnen. Het gaat er wel eens over dat we in Nederland minder tolerant zijn dan... ja, dan toen het ideaal was. Laten we zeggen, de eerste helft van 1976. We zouden niet meer verdraagzaam zijn. Maar zolang dit soort muziek nog vrij uit kan klinken... vind ik dat het met onze tolerantie wel meevalt. Laten we eens kijken hoe het met uw tolerantie staat, dames en heren. En laten we eens kijken of we de zaak nog in Polonaise kunnen krijgen. Heel veel jaar geleden, nog voor de grote knal, was het aarde donker en niemand zag een bal. Toen deed God het licht aan, de hemel was plafond. Daaronder lag de aarde. Wat bleek, de zaak was rond. De bal, wat is mooier dan de bal? Geen bal is mooier dan de bal. De bel, de boel, de bel, of een bal, hoi. De bal, de boel, de bil, de biel, niets is er zo mooi. Nou, dat was het refrein, dat gaan we even met elkaar doen. De
Bal, de bal, de bal, de bal, wat is mooier dan de bal? Geen bal, geen bal, geen bal, geen bal, is mooier dan de bal. De bel, de beul, de superbal, de bijl of een bal. De boel, de bal, de beel, de biel, niets is er zo mooi. Nou, dat ging al heel behoorlijk. Heel behoorlijk. Dan gaan we naar het tweede couplet. Toen Abel, jaren later. Oh, misschien is het wel leuk onder een beetje ritme, Bart. Even de ritmebox. Even kijken. Dan gaan we even samba, rumba, hoempapa, hoempapa. Juist. Hoempa, hoempa. Hoempa, hoempa. Ik zal er even moeilijk inkomen. Is net touwtjes springen. Als je er eenmaal in zit, dan kan je er niet meer uit. Toen Abel jaren later geen bal naar Kaaien schoot, werd Kaaien boos op Abel en schopte Abel dood. Adam vroeg aan Eva wat zij daarvan vond. Zij hield zich op de vlakte en zei: de bal is rond. De bal, de bal, de bal, de bal, wat is mooier dan de bal. Wacht even, daar valt het ding uit. Oh, net zijn we lekker op gang. De techniek. En die is altijd weer, even kijken, juist. De bal, de bal, de bal, de bal, wat is mooier dan de bal. Geen bal, geen bal, geen bal, geen bal, mooier dan de bal. De bel, de boel, de superbol, de bijl of een bal, hoi. De bal, de boel, de... Ik word helemaal gek van die techniek. Oh, nou. Hou je nou op of ga je door? Ga je door of hou je op? Even kijken, nou. Nog één keer proberen. De... En wat je zegt, klinkt als een gedicht, wat je kan echt niet bewaren. Of je pingpong, golft of hockeyt, squasht of je de boel. Je kunt niet spelen zonder bal en ook niet zonder doel. Beter dan de ander is de inzet van de strijd. Er is altijd één verliezer, meestal al is dat de scheid. Laat de tekst er maar even bij komen. De bal, de bal, de bal, de bal, wat is mooier dan de bal? Geen bal, geen bal, geen bal, geen bal, is mooier dan de bal. De bel, de bel, de superbol, de bal of een bal, hoi. De bel, de bal, de boel, de biel, niets is er zo mooi. Wilt u wel meezingen, ja? Helemaal in de war. Laat het dan maar even zakken, dan doen we nog even het refrein met elkaar. De bal, de... Wacht, we zingen het. Maak tijdens het biljarten geen knuppel van je keu. Denk tijdens een sliding eens een beetje aan milieu. Wij zijn de Homo Ludens, wij spelen ons een breuk. Ik zou u willen vragen, mensen, hou het leuk. En dan gaan we voor de laatste keer. De bal, de bal, de bal, de bal, we gooien dan de bal. Geen bal, geen bal, geen bal, geen bal, gooien dan de bal. De bal, de bijl, de superbal, de bijl. De bel, de bol, de superzo, sorry, bel, de bel, de bol,
La 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 la. Iets is er zo mooi.